Satnam. 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 Welkom. Jij bent een van de teachers die straks workshops gaat verzorgen op het Kundalini Festival. Waar geef je les? Ik heb een studio in Hoofddorp, maar ik geef online wereldwijd les. Dus mijn teacher training om een business yoga student te worden, dus hoe je de Kundalini yoga in het bedrijfsleven kan gaan delen. Dat doe ik online en ja, mijn training is gecertificeerd door de KRI, dus mijn studenten uit de hele wereld doen daar aan mee. Oké, dank je. En wat betekent Kundalini yoga voor jou? Ja, ik ga ermee naar bed en ik sta ermee op. Het is echt mijn levenswijze. Het helpt mij om dingen in de wereld te zetten. Het helpt mij om mezelf up te liften. Als ik even denk van, oh jee, hoe moet ik dit nou doen? Dan ja, komt er wel weer een mantra of een quote of iets naar boven of een oefening, waardoor ik weer in mijn kracht en in mijn licht ga zitten. En ja, ik vind het heel erg mooi om dat te kunnen delen. En ja, wat we met het festival doen, dat is prachtig, omdat het echt iedereen in zijn licht gaat staan. En het is gewoon een zee van licht. Ja, ja, in de donkere tijden. Dus ja. We kijken heel erg eruit alweer. Hoe kwam jij eigenlijk met Kundalini yoga in aanraking? Zelf had ik jaren last. Ik werkte bij ING en ik had jaren last van RSI en niks hielp. Echt allerlei programma's gedaan, maar de klachten werden eigenlijk alleen maar erger. Totdat ik een soort van stem in mijn hoofd zei die zei: je moet Kundalini yoga of je moet yoga leraar worden. En toen dacht ik, ik ben niet zo lenig en ik had nog een heel vooroordeel bij yoga zijn. Maar een half jaar later was die stem nog steeds aanwezig. Er was van alles in mijn leven veranderd. En toen vond ik via internet een eenjarige Kundalini yoga lerarenopleiding. Ik vond het wel leuk klinken en ben het gaan doen. En 3 weken nadat ik mijn eerste les heb gehad, waren mijn klachten gewoon weg. Waar ik dus 3 jaar lang last van had. Ja, het is heel bijzonder wat een verandering, zeg maar. Want voor mij was het, mijn hoofd zei nee, want het is veel te spannend en die tulbanden en het ziet er helemaal raar uit en witte kleren. En ik dacht, nee, dat. Mijn hoofd zei nee, maar mijn hart zei ja en ik ben mijn hart gaan volgen. En door dat te doen, door die beslissing te nemen, voel ik dat is zeg maar de weg naar healing geweest. Ja, ja, zoals voor velen die hun hart gaan volgen. Ja. En wat ga je straks precies doen op het Kundalini Festival? Ja, op het Yoga Festival. Ik ben de organisator ervan. Dus ik zorg ervoor dat het allemaal in goede lijnen gaat. Samen met een geweldig team van mensen om me heen. En daarnaast geef ik een workshop business yoga. Want ik vind het belangrijk, zeg maar, om de yoga in het bedrijfsleven. Eigenlijk in de wereld te brengen. Ja. En ik doe dat. Ja, want we kunnen niet iedereen, zeg maar, niet iedereen komt naar de yogastudio, maar wel iedereen heeft baat bij de teachings. Dus vandaar dat we met de business yoga de teachings naar de mensen brengen, als het ware. En ja, de 9-minute meditations, de 9-minute max methode, die ik dus in mijn boek beschreven heb, die zijn super kort. En ja, ik zou het super gaaf vinden als dat de gezonde rookpauze, zeg maar, in plaats van een rookpauze, mensen dat gaan doen om zichzelf even weer, ja, even te resetten en even de tijd voor zichzelf te nemen, zodat men gewoon betere beslissingen kan nemen, veel minder burn-outs en dat mensen weer echt in contact zijn met zichzelf en met elkaar. Ja. Dus dat. Ja. En daarnaast doe ik ook een workshop in de Gurdwara doen. Mm-hmm. En de Gurdwara is de tempel. En we krijgen een hele mooie plek op het festival, echt in een oude kapel, dus dat is prachtig. En in de Gurdwara is het licht der lichten. Het is de plek waar je je hoofd kan buigen, waar je ego even geen plek heeft. En waar, het is eigenlijk een van de weinige plekken voor mezelf waar ik ook niet
bijvoorbeeld aan mijn telefoon denk. Als ik, ik kan mijn telefoon daar kwijtraken. Terwijl normaal gesproken ben ik best wel, oh, ik moet wel weten waar die is. Maar daar heb ik dat nooit. Dan ben ik gewoon echt, ja, je luistert naar de goddelijke muziek. Die daar zo mooi klinkt. We gaan de hele Sidi Guru Granth van begin tot einde lezen. We gaan een hele nacht doorzingen. Zodat je echt heel die klanken, ja, in een soort van soundbad gewoon geheeld kan worden. En het is echt een plek waar alles van jezelf mag zijn. Dus daar is geen oordeel. Daar is, ja, en het is een tempel, maar het heeft voor mij, zeg maar, het is niet een religie. Ja, het hoort bij een religie, maar het is veel meer dan dat. Het is echt een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en waar je echt even alles waar je, ja, wat je eigenlijk normaal gesproken bij je houdt, wat je, ja, dat is er dan niet. Omdat daar de waarheid, de waarheid of het licht is. En dat maakt het een hele bijzondere plek. En ik mag daar iets vertellen over alle gurus en hoe je, ja, die gurus ook echt weer in je leven kunt gebruiken. Want ik ben altijd, zeg maar, weet je, ik hou er heel erg van om het heel praktisch te maken. Zodat je gewoon echt, ja, dat het voor je begrijpelijk wordt. En dat het niet iets is wat ver weg voor je is. Maar al die gurus, die staan voor iets in je eigen leven. En ik vind het zo mooi aan de Kundalini Yoga dat er tools zijn. Dat als je bijvoorbeeld, ja, als je merkt, als je veel achter bijvoorbeeld op, ja, op een achtjarig bent. Dan weet je dat je, zeg maar, je adem is jouw key naar jouzelf. Dus zo zijn er zoveel praktische tools, zeg maar, die mooi zijn om te leren. En er zullen nog heel veel andere workshops zijn waar je nog veel dieper daar ook op ingaat. Dus dat is het mooie van de Kundalini Yoga. Ja. Ja. Dankjewel. En wat leeft er zoal onder je leerlingen? Wat merk je? De rode draad misschien? Of? Mijn studenten. Want ik leid vooral andere yoga-docenten en therapeuten, coaches op tot business yoga-specialist. Yeah. En voor hen, zeg maar, wat er heel erg leeft, is dat ze het nog spannend vinden om de teachings, om er echt voor te gaan staan. En zo van, oh ja, maar dan moeten we chanten in. En ja, dus vinden mensen dat dan? Durven we dat wel? En eigenlijk is, ja, als je alles wat je in jezelf hebt doorleefd en waar als jij ergens een twijfel over hebt, dan merk je dat dat weer terugkomt in bij je studenten. Zo heel veel, zeg maar, wat mensen ook tegenkomen. Van, hoeveel kan ik er dan voor vragen? En ja, dus je eigen waarde, zeg maar, heeft daar ook heel erg mee te maken. En ja, hoe je tegen jezelf aankijkt en hoe jij jezelf eigenlijk in het licht zet. Hoe meer als je dat doet, ja, dan stroomt het. Dus dat is, dat merk ik onder mijn studenten. En dat is iets moois om door te geven. Ja. Ik merk het soms ook in mezelf. Ja. Ja, dat merk ik zelfs al bij jou. Als ik met jou in contact ben, dan gaat het gelijk stromen. Dan voel ik me meteen al opgelift. Zonder dat ik alleen al door het contact met jou. Dus dat is, nou, wat mooi. Dankjewel. Voor je. Ja, dat het voor je studenten ook heel bijzonder is om je opleiding te volgen en in contact met jou te zijn. Ja, want wat ze vaak door kunt geven is, het zijn 9 weken of 3 dagen, maar het gaat wel echt diep. En ja, dus ik ben wel, zeg maar, van kort, maar wel echt krachtig en de diepgang. Ja. Dat waar daar, ja, gewoon de waarheid. En ja, dat deel ik. En ik haal mensen uit hun comfortzone. En uit mijn eigen comfortzone. En ja, op die manier groeien we samen. En dat Ja, dat is ook zo, ja. Want dat merk ik ook van, je bent echt een anker. Voor mij ook. En dan denk ik, oh ja, ik kan me helemaal aan jou toevertrouwen. Want het is helemaal goed. En mooi is dat. Het laatste vraag die ik je wil stellen, Satkirtan, dan, is welke tip heb je nog voor de aanstaande festivalgangers? De allerbelangrijkste tip die ik aan de mensen mee wil geven, vooral voor de mensen die nog nooit Kundalini Yoga of nog nooit naar een festival zijn geweest,
Want er is natuurlijk een festival ook in Frankrijk waar heel veel mensen aan toe gaan. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen naar ons festival komen die nog nooit eerder, ja, die eigenlijk alleen maar yogalessen volgen. Ja. Dan in een zee komen van mensen met tulbanden in witte kleren. Dat zeg maar overweldigend is. En ik wil je alleen maar uitnodigen om niet in je hoofd te gaan zitten. Maar echt blijven voelen in je hart. En te voelen wat de yoga, wat de mantra's, wat de muziek, wat het eten, wat het allemaal met je doet. En geef jezelf die kans. Wat ik ook gedaan heb, want de eerste keer dat ik mijn teacher voor de deur zag staan, was een big smile en een big tool. Want ik dacht, oh, wegwezen hier. Dus dat is een hele normale reactie. Ja. Als je daar doorheen durft te gaan en echt durft te voelen van oké, nou ja, oké, dit voel ik, oké. En, en je bent niet de enige die dat gaat voelen. Ja. Het is niet zo dat als je naar het festival gaat, dat je verplicht een tulband op moet zetten. Dat hoeft niet. Nee. Vrij in. Je zult ook mensen met een tulband of zonder tulband zien. De tulband is zeg maar een tool die je helpt om alles zo lekker langs je heen te laten gaan, zeg ik altijd maar. En het helpt om energie omhoog te brengen. En dat is het. Het zijn tools. Je hoeft niet zeg maar opeens alles anders te doen. Je gaat het enige wat verandert, zeg maar, jij blijft hetzelfde. Alleen je gaat de wereld op een andere manier bekijken. En daardoor is eigenlijk alles anders. Ja, en daar is eigenlijk ook alles gezegd. Ja. Ja. Nou, mooi. Dank je wel. Ja, dank jij. Ja, ik dank jij ook. Ja, en ik hoop echt... Ja, ik hoop echt dat we net als vorig jaar weer zo'n mooie sfeer neer kunnen zetten. Ja. Met alle... Ja, dat was echt fantastisch. Ja, en ieders bijdrage is zo belangrijk. Al je seva die je doet op het festival, je aanwezigheid, je smile of de dingen die er komen. Alles mag er zijn. Ja. En jij mag er zijn. En we kijken heel erg naar uit om het samen met jou te doen. Ja, en niemand kan gemist worden. Iedereen heeft een eigen rol en niemand kan gemist worden. Hoe klein je al voor jezelf ook mag aanvoelen. Ja. Jij bent echt nodig daar. Ja. Iedereen is nodig. Dus ik hoop dat iedereen zich geroepen voelt en uitgenodigd van, oh ja, daar wil ik bij zijn. Ja. Dankjewel voor de interview. Al je zeva wat jij doet. Het is heel mooi. Dankjewel.